Victor Vlam, Amerika-kenner en tv-deskundige, vindt dat de programma's Jinek en Op 1 een bedenkelijke rol hebben gespeeld in de mediaruil rondom Johan Derksen. Zijn kaarsverhaal werd in beide programma's wel heel erg opgeblazen, zegt Victor in de podcast De Communicadoos. Ze hadden er baat bij om hem een kopje kleiner te maken. Vandaag een site was de meest bekeken talkshow van Nederland tot er vorige week donderdag na een mediaruil van 48 uur abrupt een einde kwam aan de show. Johan was na het kaarsverhaal de steun van de Talpa-directie verloren en zag zich genoodzaakt om op te stappen. Ditmaal was er geen John de Mol die met een contract begon te zwaaien. Het is volgens Victor het gevolg van een doorgeslagen mediadynamiek. Het feit dat het VI fataal is geworden heeft volgens mij te maken met het feit dat deze mediadynamiek gewoon echt uit de hand is gelopen. Er werd in deze mediadynamiek een heel grote rol gespeeld door de talkshows. Talkshows spelen wel vaker een bepalende rol, geeft Victor toe. Maar het zijn in dit geval ook programma's die belanghebbende zijn, want Vandaag een site heeft kijkers weggehaald bij de andere talkshows. Dat betekent dat deze programma's er ook baat bij hadden om VI een kopje kleiner te maken. Dat is ook wat er volgens mij gebeurd is. Victor merkt op dat Op 1 opperhoofd Bert Huisjes er als de kippen was om al op de ochtend na Johans bewuste kaarsuitspraken helemaal los te gaan op NPO Radio 1. Daarin was hij echt heel erg kritisch over Johan Derksen. Hij zei onder andere, het is een zwarte dag voor Talpa, en Derksen is niet meer synchroon met deze tijd. Heel erg verdacht, vindt Victor. Toen dacht ik bij mezelf, dat is wel een pittige veroordeling van een rechtse omroep die een beetje op datzelfde publiek als Johan Derksen probeert te azen. Dan zou ik net wat meer nuance, detail en afzetten tegen de cancelcultuur verwachten, maar dat zat totaal niet in dat verhaal van Bert Huisjes. Niet zo gek ook, vervolgt hij. Want Bert Huisjes is ook de coördinator van Op 1 en Op 1 is de talkshow die de meeste kijkers heeft verloren aan Vandaag een site. Kan ik me dan voorstellen dat je graag de belangrijkste concurrent een kopje kleiner wil maken? Ja, dat kan ik me echt heel goed voorstellen en is precies wat er is gebeurd. Bert Huisjes liep hier uit de pas met zijn eigen achterban en dat heeft hij volgens mij gedaan om zijn eigen talkshow Op 1 te beschermen. Victor wijst ook op Eva Jinek, die al geruime tijd kampt met inzakkende kijkcijfers. Als je kijkt naar de kijkcijfers van Jinek, op donderdag had zij 345.000 kijkers, volgens mij het laagste kijkcijfer dat ze ooit hebben gehaald. Ik kan me voorstellen dat die talkshows denken, we moeten gewoon Johan Derksen en Vandaag een site een kopje kleiner maken. Ze zijn daarin te ver gegaan, aldus Victor. Ze hebben hun journalistieke objectiviteit ondergeschikt gemaakt aan hun eigen belang bij de kijkcijfers. Dat is wat er hier gebeurd is en ik denk eerlijk gezegd dat het een schande is. Op 1 en Jinek hadden veel meer moeten nuanceren, vindt Victor. Dat had ervoor gezorgd dat dit iets minder het karakter kreeg van een volkstribunaal, want dat is wat het werd. Johan Derksen werd gewoon daar in die talkshows neergehaald. Echt zonder dat daar redelijke grenzen aan zaten. Hij vervolgt, iedereen zat in veroordelingsmodus en die nuance hadden ze bijvoorbeeld kunnen vinden op het vlak van of de uitspraak van Johan Derksen wel een correcte uitspraak was. Of hij wel de waarheid sprak. Of het niet ongelukkige grootspraak was. Dat werd totaal niet geopperd. Er werd geen enkele rekening mee gehouden. Talpa is door die talkshow rumoer in paniek geraakt, denkt Victor. Ik denk dat deze mediadynamiek ervoor heeft gezorgd dat ze bij Talpa totaal in paniek zijn geraakt, want in alle talkshows werd er schande van gesproken en bij Talpa zijn er al twee andere grote schandalen in het kader van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ik denk dat ze bij Talpa heel erg bezorgd waren dat ze het stigma zouden krijgen dat vrouwen daar gewoon niet veilig zijn en dat ze daarom dachten, we moeten maar snel en hard actie ondernemen. Doordat ze daar hun hoofd niet koel hielden, hebben ze het heel onverstandig gedaan, zegt hij. Ik denk dat ze er bij Talpa ook wel spijt van gaan krijgen.